Dit is de voorlichtingsfilm Bevallen in Rotterdam Noord, gemaakt in samenwerking met de verloskundigen van Praktijk Bergweg, Lansingerland en Zwanger en Zo en Kraamzorg Rotterdam. Deze film is gemaakt omdat, gedwongen door de coronamaatregelen, de gebruikelijke informatieavonden zijn vervallen. In deze film willen we in vogelvlucht uitleggen wat je moet weten als voorbereiding op een bevalling in het Franciscus Gasthuis. We bespreken een normale zwangerschap en bevalling, maar geven ook informatie over zwangerschappen en bevallingen die, medisch gezien, gecompliceerder zijn. Natuurlijk is er een hoofdstuk pijnstilling tijdens de bevalling. We zullen ook laten zien hoe de kraamsuites eruit zien en wie je daar tegen kan komen en wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn. Tot slot leggen we uit wat het belang is van goede kraamzorg. De kraamsuites. Iedereen bevalt bij ons op een kraamsuite. Deze zijn op de 10e etage. Elke kraamsuite heeft een eigen badkamer en een stretcher voor je partner. En een fantastisch uitzicht. Op de kraamsuites werken gespecialiseerde verpleegkundigen. Deze hebben na de basisverpleegopleiding een vervolgopleiding gevolgd, waardoor ze extra geschoold zijn om tijdens een bevalling te assisteren. Natuurlijk staat er een team van gynaecologen voor je klaar, met name als de bevalling wat gecompliceerder verloopt. Deze worden bijgestaan door artsassistenten. Dit zijn afgestudeerde artsen die in opleiding zijn tot gynaecoloog. Verder werken er klinische verloskundigen. Dit zijn verloskundigen die getraind zijn in het doen van bevalling in het ziekenhuis. Na de bevalling komt de kraamverzorgende de baby en jou verzorgen. En dan de belangrijkste medewerkers, de afdelingsassistentes. Zij verzorgen de maaltijden en natuurlijk veel koffie en thee en beschuit met muisjes. Dat klopt er niet. Lekker hoor. In Nederland is de zorg voor een zwangere verdeeld in eerste en tweede lijn zorg. In de eerste lijn werken verloskundigen die praktijk hebben buiten het ziekenhuis. Zij controleren gezonde zwangeren en begeleiden een ongecompliceerde bevalling thuis of in het ziekenhuis. Tweede lijn zorg is altijd in het ziekenhuis. Dit zijn zwangerschappen die medische begeleiding nodig hebben omdat de moeder of de baby een medisch probleem heeft. Dit wordt in de volgende dia verder uitgelegd. Eerste en tweede lijn verloskunde. Voorbeelden van problemen waardoor de zwangerschap in de tweede lijn begeleid wordt, zijn bijvoorbeeld een te hoge bloeddruk of zwangerschapssuiker of een bevalling nadat een eerdere zwangerschap eindigde in een keizersnede. Ook kan je naar de tweede lijn verwezen worden omdat de baby te groot of juist te klein is, omdat er bloedverlies is of omdat de baby in stuit ligt. Start van de bevalling. In de volgende dia zullen we uitleggen hoe een normale bevalling verloopt. Meestal begint de bevalling tussen de 37 en 41 of 42 weken. Dat kan op verschillende manieren. Soms is het eerste teken dat de bevalling begint het breken van de vliezen, maar het kan ook met weeën beginnen of met het verlies van je slijmprop en een klein beetje bloedverlies. Als de vliezen breken, moet je altijd letten op de kleur van het vruchtwater. Meestal starten na het breken van je vliezen ook snel de weeën, maar dat hoeft niet altijd. Beginfase bevalling. Als de bevalling echt begonnen is, zijn er weeën om de 5 à 10 minuten die 30 seconden duren. Probeer in deze fase zo lang mogelijk te ontspannen. Middenfase.
Meestal worden de weeën na een tijdje steeds sterker en regelmatig. Ze komen dan om de 3 à 5 minuten en duren 60 seconden. Ook zijn ze dan pijnlijker en kan het helpen verschillende houdingen aan te nemen. Dit helpt om uit te vinden wat de meest comfortabele houding is om de weeën op te vangen. Nu is het ook tijd om de verloskundige of het ziekenhuis te bellen. Door deze weeën zal de baarmoeder gaan ontsluiten. Bij een eerste kindje zal het ontsluiten meestal met 1 cm per uur gaan tot er uiteindelijk 10 cm ontsluiting is. Dit heet volledige ontsluiting. Meestal krijg je dan ook drukgevoel en persweeën die ervoor zorgen dat de baby geboren kan worden. Het persen duurt bij een eerste kindje gemiddeld 1 uur. Bij een tweede kindje gaat dit meestal veel sneller. Uitdrijvingsfase. Bij een eerste kindje zal het ontsluiten meestal met 1 cm per uur gaan, tot er uiteindelijk 10 cm ontsluiting is. Dit heet volledige ontsluiting. Meestal krijg je dan ook drukgevoel en persweeën, die ervoor zorgen dat de baby geboren kan worden. Het persen duurt bij een eerste kind gemiddeld 1 uur. Bij een tweede kindje gaat dit meestal veel sneller. Verstrijken en ontsluiten. Omdat we aan je buik niet kunnen zien hoe ver de bevalling is, zal er regelmatig een inwendig onderzoek plaatsvinden, een touché, om te voelen hoe ver de ontsluiting is of de ontsluiting goed vordert. Ook kunnen we dan voelen of de baby goed ligt en of deze goed in het bekken indaalt. De geboorte. Als er volledige ontsluiting is, zal de baby door de persweeën steeds verder naar buiten komen. In deze fase moet de moeder meepersen om het kind geboren te laten worden. De uren van zuchten zijn nu voorbij. U kunt op de voorlichtingspagina van de website de link vinden naar een animatiefilmpje over de geboorte. Houdingen tijdens de bevalling. Tijdens de bevalling kunnen allerlei houdingen aangenomen worden. Dit is voor elke vrouw anders. De mensen die je bevalling begeleiden, kunnen daarbij helpen. In het ziekenhuis hebben we bijvoorbeeld skippyballen, waar je op kunt zitten tijdens de ontsluiting. Als er geen medische indicatie voor de bevalling is, kun je ook in bad bevallen. Nageboorte. Nadat de baby geboren is, moet ook de placenta of moederkoek nog geboren worden. Deze komt meestal na 15 tot 30 minuten. Je partner mag dan de navelstreng doorknippen. Als je ingescheurd bent, word je vervolgens gehecht. Onze verpleging, verloskundige en kraamverzorgende zijn allemaal geschoold in het aanleggen van de baby. Zij zullen dan ook, als je dat wilt, helpen om de borstvoeding op gang te brengen. Beladvies. Dit is misschien wel de belangrijkste dia van allemaal. Want wanneer moet je nu bellen? En wie bel je als je vragen hebt? Je belt degene die je zwangerschap heeft gecontroleerd. Zorg dus dat je de telefoonnummers in je telefoon opgeslagen hebt. Je belt bij veel helder rood bloedverlies. Je belt als je de baby niet goed voelt bewegen. Je belt als je vliezen zijn gebroken en het hoofd niet is ingedaald. Let ook op de kleur van het vruchtwater.
Je belt als je 1 uur weeën hebt die om de 3 minuten komen bij je eerste kind. Je belt bij weeën om de 5 minuten bij je tweede kind. Bevallen met de eerste lijns verloskundige. Als je met een verloskundige bevalt, kan dat thuis of in het ziekenhuis. Als je thuis bevalt, komt zij naar je toe en beoordeelt daar hoe de bevalling vordert en hoe het met de baby gaat. Bij twijfel over de conditie van moeder of kind, kun je alsnog naar het ziekenhuis. De verloskundige neemt de nodige spullen mee, zoals bijvoorbeeld een baarkruk en spullen voor de eerste opvang van de baby. Bij een polyklinische bevalling beoordeelt de verloskundige eerst hoe het met de bevalling gaat en hoe ver de ontsluiting is. Vanaf 4 tot 5 centimeter ga je dan naar het ziekenhuis en bevalt daar onder begeleiding van de verloskundige. De verloskundige zal regelmatig naar de harttonen van de baby luisteren en zal na de geboorte de baby nakijken. Indicatie tweede lijns baring. Tijdens de bevalling kan er altijd een moment zijn waarop de verloskundige besluit dat de zorg overgedragen moet worden naar de tweede lijn. Dit gebeurt bijvoorbeeld als blijkt dat het vruchtwater niet helder is, maar groen. Dit kan een teken zijn dat de baby in nood is. En daarom wordt dan een CTG aangelegd, zie dia 22, waardoor we constant geïnformeerd zijn over de conditie van de baby en als door de registratie blijkt dat de baby in nood is, kunnen we ingrijpen door bijvoorbeeld de bevalling te versnellen met een kunstverlossing. Ook bij behoefte aan pijnstilling wordt de bevalling automatisch medisch. Polyklinische versus medische bevalling. Het grote verschil tussen een bevalling onder leiding van een eerste lijns verloskundige en een medische bevalling is dat bij een medische bevalling constant naar de harttonen van de baby geluisterd wordt met een CTG-apparaat. Hierdoor zijn we steeds geïnformeerd over de conditie van de baby. Nadeel is wel dat je daarvoor met snoeren aan een apparaat vastzit. Maar gelukkig krijgen we steeds meer draadloze CTG's, waarmee je zelfs onder de douche kan. Apparaten op de kraamsuites. Als de baby geboren is en hij heeft om welke reden dan ook extra ondersteuning nodig, wordt hij op de panda gelegd. Dit apparaat heeft een ingebouwde warmtelamp en een monitor om de hartslag en zuurstofsaturatie, verzadiging, te meten. Eventueel kan de baby ook beademd worden als dat nodig mocht zijn. En natuurlijk staat er altijd een couveuse klaar. Pijnstilling. Het is belangrijk je goed voor te bereiden op een bevalling en vooraf te bedenken wat je wel en vooral niet wilt. Maar wees ook niet te star of te streng voor jezelf. Dit geldt met name voor de pijnstilling. Het is niet te voorspellen hoe je bevalling zal verlopen en zeker niet hoe je het zal ervaren. Weeën doen nu eenmaal pijn. Deze kun je met allerlei ontspannings- en ademhalingstechnieken meestal goed opvangen. Kies een vorm van pijnstilling die bij je past. Tijdens de bevalling kan je altijd om pijnstilling vragen. Er zijn verschillende vormen die allemaal hun eigen voor- en nadelen hebben. In de volgende dia's gaan we daar dieper op in. Pijnstilling middels petidine. Als eerste noemen we petidine. Dit is een morfinepreparaat dat met een injectie in het been wordt toegediend. Het haalt de scherpe kantjes van de weeën weg en wordt meestal gegeven tijdens de fase van de voorweeën. Dit omdat de baby ook slaperig kan worden van de morfine. Om deze reden wordt dit middel alleen in het ziekenhuis toegediend. In het geboortecentrum Sophia kan ook lachgas worden gegeven als pijnstilling. Ook dit middel vermindert alleen de scherpe kantjes van de weeën, maar kan wel door de eigen verloskundige worden toegediend. Het heeft voor zover we nu weten geen nadelen voor de baby. Pijnstilling door een pijnpompje of een ruggenprik. Als pijnstilling bestaat ook de mogelijkheid van een infuus met morfine die je jezelf met een pompje kan toedienen. Hierdoor heb je het gevoel van zelfcontrole over de pijn. Een voorbeeld hiervan zie je in de volgende dia. Door een speciaal slotmechanisme op deze pomp kun je jezelf niet compleet stoned maken, wat ook wel overdoseren genoemd wordt. Het werkt heel snel en is ook heel snel weer uitgewerkt, waardoor de baby er amper tot geen last van heeft. Nadeel is wel dat je in bed moet blijven en dat de moeder aan een zuurstofmeter ligt.
Daarom kan deze vorm van pijnstilling ook niet door de eerste lijns verloskundige toegediend worden. Deze vorm van pijnstilling wordt meestal toegediend voor de laatste 4 tot 5 uur van de bevalling. Als er tijdens de gehele bevalling behoefte aan pijnstilling is, kan het beste gekozen worden voor een ruggenprik, ofwel een epiduraal. Deze wordt door een anesthesist geplaatst op de verkoeverkamer. Dat is een ruimte op het operatiecomplex. Een ruggenprik werkt snel, maar heeft als nadeel dat je op bed moet blijven en aan de bewaking moet liggen. Ook geeft deze vorm van pijnstilling iets meer kans op koorts tijdens de bevalling en een iets hogere kans op een kunstverlossing. Het plaatsen van een ruggenprik is afgebeeld op de volgende dia. Op de linker dia zie je een voorbeeld van het pijnpompje. De vrouw heeft de afstandsbediening van het pompje in haar hand waarmee ze zichzelf een dosis pijnstilling toe kan dienen. Op de rechter dia zie je een foto van een ruggenprik die ingebracht wordt. Een goede voorbereiding op de bevalling is de film Omgaan met pijn. We raden je dan ook van harte aan om deze goed te bekijken. Soms is er een reden om de bevalling eerder op gang te brengen. Dit is dus voordat de natuur met weeën begint. Bijvoorbeeld als je voorbij de 41 of 42 weken bent. We noemen dat overtijd zijn of serotien. Het kan ook zijn dat er een medische reden is om de bevalling eerder op gang te brengen. Bijvoorbeeld als de baby niet meer goed groeit of als de moeder een te hoge bloeddruk heeft. Om de bevalling op gang te brengen moet de baarmoeder wel voorbereid worden. Dit kan tegenwoordig door een blaaskatheter in de baarmoeder in te brengen. We noemen dat een balloninleiding. Op de foto zie je een zogenaamd ballonnetje in de baarmoeder liggen voor het hoofdje van de baby. Het inbrengen van deze ballon is meestal niet pijnlijk en gebeurt in het ziekenhuis. Als het medisch verantwoord is, mag je na het plaatsen van de ballon weer naar huis. Doordat het ballonnetje in de baarmoeder zit en op de ontsluitingsring van de baarmoeder drukt, krijg je een beetje ontsluiting. We streven naar 2 tot 3 centimeter ontsluiting. Als dat zo is, kunnen we de volgende ochtend als je terugkomt in het ziekenhuis de vliezen breken. Nadat de vliezen gebroken zijn, krijg je een infuus met weeënopwekkers en komt de bevalling in principe op gang. Soms ontstaat er te weinig ontsluiting door het inbrengen van de ballon en krijg je op de tweede of derde dag tabletjes toegediend. Deze heten misoprostol en hebben hetzelfde effect. Niet vorderende uitdrijving. De meeste vrouwen zullen op eigen krachten met eigen weeën bevallen. Maar het komt ook voor dat de weeën niet krachtig genoeg zijn om de baby geboren te laten worden. Of het kan zijn dat uit het ritme van de harttonen blijkt dat de baby mogelijk in nood is. Dan zullen we de geboorte willen versnellen. Dat kan met een vacuümverlossing. De moderne uitvoering hiervan heet een kiwi. Die zie je op het linker plaatje. Deze gebruiken we met name als de baby er eigenlijk al bijna is, dus net voor het laatste zetje. Als de baby nog een langere weg in het bekken moet afleggen, kiezen we meestal voor de klassieke vacuüm. Deze zie je op de middelste foto. De werking van beide is eigenlijk gelijk. Op de derde foto staat een tang, maar die wordt nog maar hoogst zelden gebruikt. De keizersnede. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom er voor een keizersnede gekozen wordt. Of dat deze geadviseerd wordt. Denk bijvoorbeeld aan een kindje dat in stuit ligt. Of als het kind veel te groot voor het bekken is. Ook kan tijdens de bevalling zelf besloten worden tot een keizersnede. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan veel bloedverlies of als het vermoeden bestaat dat de baby in nood is. In het gasthuis doen we bij voorkeur een gentle sectio of keizersnede. Dat wil zeggen dat moeder en kind niet gescheiden worden. Als de baby geboren is, wordt hij of zij opgevangen door de panda of op de opvangtafel. Die staat op de operatiekamer klaar. Als de kinderarts de baby nagekeken heeft en de baby is gezond, krijg je vervolgens de baby op je borst terwijl de operatie nog niet klaar is. Natuurlijk mag je een partner meenemen naar de operatiekamer. Deze zit tijdens de operatie aan je hoofdeinde. Als je wilt kun je ook meekijken op het moment dat de baby uit je buik komt. Dan doen we een luikje in het operatiedoek open, maar het hoeft niet. Als je partner de navelstreng wil doorknippen, kunnen we de navelstreng wat langer laten en kan deze in tweede instantie door je partner worden doorgeknipt. Na een keizersnede mag je na 2 dagen naar huis. Kraambed en kraamzorg. Als de bevalling zonder complicaties is verlopen en moeder en kind zijn gezond, mag je 2 uur na de bevalling weer naar huis. Ook 's avonds en 's nachts. Het is dan, zeker bij je eerste kindje, erg fijn als er thuis ook iemand is die je goede adviezen kan geven
en kan helpen in de eerste uren thuis. Deze zorg wordt door de kraamzorg gegeven. Zij komen in principe ook 's avonds en 's nachts om je te helpen, als dat nodig is op de eerste dag. Als het goed is, zijn ze ook al een keer tijdens de zwangerschap voor een intakegesprek bij je thuis langs geweest. Deze kraamzorg wordt niet door de verloskundige of het ziekenhuis geregeld. Deze moet je zelf aan het begin van je zwangerschap aanvragen. Als je thuis bent, is het ook nodig dat er een medische controle wordt gedaan. Bijvoorbeeld om te kijken of je eventuele hechtingen niet ontstoken zijn en of de wond goed geneest. Maar ook is het soms nodig om thuis nog de bloeddruk te controleren. Deze zorg wordt door de verloskundige gegeven. En ook dit moet je zelf aanvragen. Deze zorg heet kraambedcontrole. Als je in je zwangerschap al bij een verloskundige bent geweest, zal zij ook je kraambedzorg doen. Als je vanaf het begin van je zwangerschap in het ziekenhuis onder controle was, moet je nog even een verloskundige praktijk in de buurt bellen en vragen of zij je kraambed willen komen controleren. En dan is het lang verwachte moment daar. Je denkt dat de bevalling is begonnen. Bel dan, als je bij de verloskundige onder controle was in de zwangerschap, altijd naar haar. Zij komt dan thuis om je conditie te beoordelen en zij besluit wanneer het moment daar is om naar het ziekenhuis te gaan. Als je in het ziekenhuis onder controle was, bel dan als je denkt dat de bevalling is begonnen naar de verloskamers. Kom in elk geval nooit onaangekondigd naar de verloskamers. Als je komt bevallen, neem je de ingang die ook voor de ambulances is bedoeld. Zie de foto op de dia. En reed je helemaal door naar de achterkant van het ziekenhuis, naar de ingang van de eerste hulp. Daar staan rolstoelen klaar, wel zo makkelijk als je weeën hebt, waarmee je zonder veel moeite naar de 10e etage gebracht kan worden waar de kraamsuites zijn. Als je geïnstalleerd bent, kan je partner de auto rustig in de parkeergarage parkeren. De kraamzorg. Wij werken met veel kraamzorgorganisaties samen, zoals je op de dia kan zien. In de tweede helft van je zwangerschap is een zorgconsulente op huisbezoek geweest. Zij blijft je contactpersoon. De kraamzorg zet zich met name in voor een gezonde start voor moeder en kind. En ze bevorderen de zelfredzaamheid van de moeder en haar gezin. Ook geven ze voorlichting over hygiëne, veilig slapen, groei en verzorging van de baby. Daarnaast nemen ze kleine huishoudelijke taken van de moeder over. Deze zorg leveren ze natuurlijk niet alleen, maar samen met de verloskundige, de lactatiekundige en het consultatiebureau. Het wettelijk uitgangspunt voor het leveren van kraamzorg is dat je 49 uur zorg krijgt, verdeeld over 8 dagen. Minimaal moet je 24 uur over 8 dagen afnemen. De zorgverzekeraar vergoedt het grootste deel van de kraamzorg. Wel bestaat er een wettelijke eigen bijdrage, waar soms, afhankelijk van je polis, ook een deel van vergoed wordt. In dit filmpje hebben we geprobeerd in korte tijd zoveel mogelijk en zo duidelijk mogelijk informatie te geven. Als je na deze video vragen hebt, kun je die altijd stellen aan degene die je zwangerschap controleert. Tot slot wensen we je een mooie zwangerschap, bevalling en natuurlijk veel geluk met je kleine mensje toe.